Basisschool Henri Daze in Gentbrugge heeft vandaag het digitale portfolio voorgesteld. De school zet al langer in op ICT en het portfolio is een manier om alle vorderingen van de kinderen bij te houden. De kinderen krijgen al vanaf de kleuterklas iPads, computers en een Wii ter beschikking. En er is ook een digitaal schoolbord. De school wil de kinderen zo voorbereiden op een wereld waarin informatica-toepassingen al maar belangrijker worden. De kinderen van basisschool Henri Daze leren al van jongs af aan werken met allerlei ICT-toepassingen. Naast de Wii, de iPads en de computers is er ook een digitaal portfolio per kind, genaamd Talenten Online, dat het kind de hele basisschool doorvolgt. Het grootste doel van het digitaal portfolio is om de talenten binnen de school, maar ook buiten de school te weten te komen, zodat we een breed beeld krijgen van het kind, zowel de leerkracht als de ouder en het kind zelf. De stad Gent vindt deze vorm van onderwijs zeer innovatief en ze steunt het project volledig. Volgens de stad heeft deze school een pioniersfunctie voor de rest van Vlaanderen. Uiteindelijk is het ook onze bedoeling dat dit initiatief en wat hier ontwikkeld wordt, kan gebruikt worden voor andere scholen, niet alleen in Gent, maar vooral ook in Vlaanderen. Dus we willen dat totaal ontsluiten, zodat elke leerkracht die interesse heeft om hiermee te werken, eigenlijk aan de slag kan. Op het digitale portfolio staan naast dingen die de kinderen leuk vinden of die de kinderen goed kunnen, ook lesfilmpjes over wiskunde. Al deze toepassingen hebben ook invloed op de prestaties van de kinderen. Toch wil juf Vanessa niet te vroeg juichen. Op wiskunde scoren ze beter. Ik weet niet zeker of dit komt door de instructiefilmpjes. Dat kunnen we maar zeggen na een paar jaar. En we kunnen dat ook maar zeggen als we dat bij verschillende leerkrachten gebruiken en in verschillende jaren. Dan kunnen we pas echt zeggen of dat het effect heeft.